Hellevoet Sluis. Dat betekent dat we weer gaan mini-voetballen. Rotterdam zal spelen van rechts naar links. En de Limburgers nemen wij aan van links naar rechts. De bal mag wat mij betreft nog niet uit de cilinder. Want dan zouden deze heren dat misschien wensen. Nou, ik denk het eigenlijk niet, want er loopt nog een muziekkorps op het veld. Bal uit de cilinder, we zijn bezig. Hermans heeft het moeilijk. Hoene. Weer op Hermans. Die zou kunnen pasen. Het moment is eigenlijk al voorbij. Stand 0-1 in het voordeel van de Limburgers nog steeds. In deze thuiswedstrijd voor Rotterdam Ahoy. Pieter Vries, Reinier Krijenmaat. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Bruis die bal aanneemt. Harry Heijnen. In een moeilijke positie. Bal aangeraakt door Krijenmaat. In rol voor de Limburgers. Hoene. Heijnen. Oh, wat slecht van Willy Brokamp. Heijnen had kunnen inkomen, hij deed het niet. Van der Sluis. Hij heeft het moeilijk tegen iemand die ongeveer zijn eigen lengte heeft. Arjen van der Sluis komt er nu toch uitstekend uit. Maar scoort niet door het gat achterin. De Vries. Oh, wat is het allemaal klein dat spel. Brokamp houdt die bal goed binnen. En dan misschien mogelijkheden voor Limburg om die zaak op te gaan bouwen. Vergeet het maar. Hoewel. Bruis. Misverstanden alom en een slechte paas van Willy Brokamp. Pieter Vries aangespeeld. Kijk, dat is de makker van dit spel. Er is zonder bal geen beweging. En dan krijg je nooit een numerieke meerderheid. Ook Bruis staat te wachten. Niemand gaat diep. Dat is het probleem bij Rotterdam. Pieter Vries aan de bal. Ah, gevaarlijk balletje, puntertje. Brokamp. Wat meer achterin te vinden op dit moment. Hoene. Aangeraakt door Krijenmaat. Dat is een corner, de vierde om precies te zijn. En dat wordt een penalty. En ik geloof dat het Hoene is die achter de bal zal gaan. Unieke gelegenheid voor de Limburgers om op 2-0 te komen. Gerard Hoene, oog in oog met Hans Sint-Nicolaas. We zijn benieuwd of die gaat scoren. Hans Sint-Nicolaas, ik heb een penalty zien stoppen. Hij doet het deze keer niet. Limburg leidt met 2-0. En als ze nou een klein beetje hoog om spelen, dan zie ik dit Limburg nog voor een verrassing gaan zorgen. Normaliter was het zo dat Rotterdam zich zou plaatsen met Noord-Nederland. Maar Limburg heeft nog mogelijkheden als ze maar scoren. En nu is die mogelijkheid dan misschien via Arie Heijnen. Oog en oog met zijn keeper. En hij scoort. Geen kans voor Hans Sint-Nicolaas. En Harry Heijnen scoort 3-0. En dit gaat toch echt link worden voor Rotterdam Ahoy. Harry Heijnen die 3-0 scoort. Kansloos was Hans Sint-Nicolaas bij deze bal. Maar het is natuurlijk bijzonder slecht verdedigd door Rotterdam Ahoy. Dat geen man achterin had. Jan Bruis. Hij claimt een corner, krijgt hem uiteraard niet. Brokamp, Hoene, weer een mogelijkheid om te scoren. De positie was niet onaardig. Rotterdam Ahoy, dat loopt er wat ontredderd bij. Hebben geen antwoord op deze situatie. Pieter Vries heeft de bal. 3 minuten en 32 seconden gespeeld. 3-0 stand voor Limburg. Erg hard, een ouderwetse van Reinier Krijenmaat. Brokamp in de sprint. Bouwman, weinig van gezien. En ook nu niet. Bruis, ook al weinig van gezien. Het zijn de ijverigen bij Rotterdam die het beste spelen. Pieter Vries bijvoorbeeld. Bruis, nu dan. Uitstekende combinatie, ingeleid door Pieter Vries. De eindpaas van Jan Bruis. En Frans Bouwman die tenslotte 3-1 scoort.
Bouwman die altijd aanwezig is om de bal er tenslotte in te tikken. Dat is zijn kracht. Hij heeft daar een enorme feeling voor. Hij scoort 3-1. Marie Heijn aan de bal. Vic Hermans. Gerard Hoenen. Heijne in een moeilijke positie. Onmogelijke situatie eigenlijk. Goed gedaan voor Hans Sint-Nicolaas. Brokamp. Zet hem niet echt vast. In de rol wordt dit. Nou, met de bal. Gaaf was die wissel niet. Stonden even 5 veldspelers in het veld. Hoede. Hermans is aangespeeld. Is er niet langs. De bedoeling was uiteraard een kopbal door het gat achterin. Luipen. Heijne, zeer ijverig. Een inrol voor de Limburgers. Hij werd getoucheerd, ja. Hermans, goede zaalvoetballer. Ja, dat doet Arie Riedijk zeer fraai. Zoals hij zich daaruit redt. En nog een kans. Bruis. Bruis. Gemakkelijk er langs. Oh, wat een schitterend schot was dat van Frans Bouwman. Zonder voorbeweging. Ongelooflijk hard tegen die paal. Schitterend mooi. Ja, ik zei het over zijn gevoel voor het doel. Het klopt. Luipen. En dan een solootje van Hans Sint-Nicolaas die een beetje in de fout ging. Ja, goed gedaan van Riedijk weer. Venneker. Oh, wat schitterend. En wat wordt dat? Dat wordt een penalty. Wegens Hans, ja. Geen kans. Het zou een gekopte goal geworden zijn, dan was het een dubbelteller geweest. En nu is het Pieter Vries die deze penalty mag verzilveren. Bergs Hens van Gerard Hoenen. Pieter Vries oog in oog met Frans Curver, deze keeper. Hij kan er 3-2 van maken. Normaliter scoort hij. De strand. Pieter Vries uit deze penalty vanwege die hensbal van Gerard Hoenen maakt er 3-2 van en dan zal naar het zich laat aanzien Frans Curver het veld uit moeten of Gerard Hoenen, nee Frans Curver, de keeper zal eruit moeten, aanmerkingen op de leiding en dan pikt de scheidsrechter niet, want zo zijn scheidsrechters. Frans Curver kan over zijn pikkelzonde gaan nadenken op de strafbank. Leuk vindt hij het absoluut niet. Zeer kwaad is hij zelfs. Nog steeds. Terwijl Willy Brokamp zich aan het verkleden is, want hij wordt de vervangende keeper. Dat is hem. Doelman Brokamp. Ik kan erop lachen. Frans Curver in het geheel niet. Oh, wat is die man kwaad. We zijn benieuwd of via powerplay Rotterdam kans ziet de numerieke meerderheid uit te buiten. Ze staan nog steeds met 3-2 achter. Bruis, nu met de paas. Een goede redding van Willy Brokamp. Het is de vierde corner. Is dat waar? Ja, ja. En dan kan de stand via Pieter Vries. Door die omgezette corner in een penalty. 3-3 worden. Moeilijke zaak voor Willy Brokamp. Die als niet-doelman, als gelegenheidsdoelman. Die zaak moet redden. Pieter Vries. Oog en oog met Willy Brokamp. Het is geen goal. Een Frans Curver. Die al dacht dat hij van de strafbank af mocht. Want normaliter wordt bij een doelpunt
de straf opgeheven. Die moet weer terug. En dat is een eindsbal. Paniek in de tent bij Limburg. Velker heeft de bal voor Rotterdam. Ja, ik zou een afstandsschot proberen. Waarom niet? En weer een redding. Zij het moeizaam van Willy Brokamp. Het is erg zwak dat Rotterdam geen kans ziet om te profiteren van die duurlijke meerderheid. Iedereen moet dan naar voren natuurlijk. Zoveel mogelijk afspeelpunten. Veel beweging. En dan weer een redding van deze Brokamp. Niet te geloven. Terwijl Curver ongelooflijk graag van die strafbank af wil. Ja, uitstekend werk daar van Berghoff, die daar goed tussen zit. Straftijd moet zo'n beetje voorbij zijn. Hij loopt al van de strafbank af, Frans Curver. Maar hij moet wel terugkomen. Hij mag erin. En eerst nog even een goal, dacht Arjen van der Sluis. Maar het feest gaat niet door. Curver mag weer in het veld. En dat betekent dat Brokamp het oranje shirt weer uittrekt. Hij wil wel in het veld blijven. Nee, dat gebeurt toch niet. Het spel wordt hervat. 3-2 stand in het voordeel van Limburg nog steeds. Pummy Bergholt. Oh, daar had je wat resoluter tussen gekund, Hans Sint-Nicolaas. Krijermaat. Bouwman. Riedijk. Snelheid maakt hij. En dan een snel schot. Toch weer een aanstand. Luipen. Bergholz. Nu moet die paas komen. Uitstekend. En dan zit Sint-Nicolaas daarbij. Bouwman aangespeeld. De wedstrijd is leefbaar. Krijermaat, Bouwman. Erg hoog, slecht geraakt. Verdonk. Hoenen. Limburg dat toch een riante 3-0 voorsprong heeft gehad en eigenlijk zo snel die zaak verspeeld. Bergholz en nu de paas. En andermaal zit Venneke daar voortreffelijk tussen. Goeie verdediger. De spelersbank bij de Rotterdammers. Men kijkt niet vrolijk. Terwijl dat toch geen reden is voor grote droefenis. Want al staan ze dan achter. Bergholz. Ja, schitterende goal. Schitterende goal. Een echte pegel. Met het linkervoetje van Pummy Geert Bergholz. Hij maakt er 4-2 van, terwijl Hans Sint-Nicolaas tegen dit schot kansloos was. Het wordt weer iets spannender, maar Limburg heeft nog erg veel goals voor de boeg om zich te plaatsen voor de finale pool. Om precies te zijn moeten ze een verschil van minstens 6 hebben, dan valt het te praten. Goede redding is dat van Frans Keur. Het verschil is nu pas 2, dus nog 4 doelpunten en dan mag Rotterdam niet scoren. Hans Venneker. Nu een goal, nee, goed geblokkeerd weer, Lambert Verdonk. Hij maakt tempo. Gaat ook wel erg ijverig door, maar meer dan een inrol wordt het toch niet. Bruis gaat hem nemen. Kom aan heren, denk aan het publiek. Bruis heeft de bal, 4-2 stand, 14 minuten en 53 seconden gespeeld. De Vries, hard en weer naast. Hermans, moe gestreden zo ongeveer. Harry Heijn aangespeeld. Moeilijk hoek, niet ver naast, maar wel naast. Bijna ten koste overigens van een suppost. Maar daar hebben we er nog zat van. Jan Bruis. Van der Sluis. Die een puntertje probeerde. Bal is uit geweest. Van der Sluis. Riedijk, goed gewerkt. Bruis. Het zijn allemaal van die bijna goals.
Riedijk. Venneker. Profiteert van het feit dat... goede redding weer van Vlaskeur. Goed gewerkt, Riedijk. Nou, de herkansing dan maar. Herman zit daar goed tussen. Trapt een beetje in de schijnbewerking van Arie Riedijk. Venneker. Weer geen goal door dat voortreffelijk getijnde uitkomen van Frans Curver. Die voortreffelijk keept. Harry Heijnen. Het aannemen kost te veel tijd en te veel ruimte ook trouwens. Nou, Harry van der Sluis, laat het maar eens zien. Hij scoort! Ja. Het is schitterend. Maar het is wel pijnlijk voor Gerrit Hoene. Die met ballen de goal in gaat en erg veel pijn heeft. Op die goal van Harry van der Sluis. De stand is wel 4-3 geworden. Maar het is maar de vraag of Gerrit Hoene, die strijdend ten onder is gegaan, deze wedstrijd zal kunnen vervolgen. Ja, een komisch moment was het natuurlijk wel, maar het kan pijn doen. Humor doet pijn. Aprozijn is erbij, de arts. En de verzorger. Kaal aan de bal in de korte broek. Rob Perrot is dat. Hoene is overeind. Hij leeft weer. En hij krijgt applaus voor zijn doorzettingsvermogen. Stand is wel 4-3. Nog altijd het voordeel van Limburg. We hebben nog 3,5 minuut te spelen zo'n beetje. Hoene, dat is hem. Geraffineerde kool was het trouwens van der Sluis. Aangeraakt door Krijermaat. Tweede corner voor de Limburgers. Willy Brokamp achter die bal. Ik meen dat Arie Riedijk dat was die daarbij zat. Hermans. Hoene. Hermans weer. Ja, natuurlijk. En dan moet er ingekomen worden. Daar komt het schot. Nee. Het moment is voorbij. Hansi Nicolaas lost dat simpel op. Niemand voor de goal. Nou, Willy Brokamp. Hij krijgt die bal niet onder controle. Gaat onderuit. Hermans. Slecht schot. 17 minuten en 43 seconden gespeeld. Stand 4-3 voor Limburg. Het is in ieder geval de verdienste van de Limburgers dat ze vermoedelijk Rotterdam gaan verslaan. Hoewel. Er gaat een contact, maar het spel gaat door. Krijermaat, Riedijk, Bruis. Van der Sluis en dan is het voorbij. Paas op Willy Brokamp aan de zijkant. Nou, dit. Oh, wat een schitterende combinatie. Wat een schitterend schot ook. Op de lat die bal. En tenslotte een rol voor Limburg. Was een doelpunt waard geweest. Goed gestopt. Een corner wordt het. De derde alweer voor de Limburgers. Is gebeurd. Luipen. Anderhalve minuut te spelen nog. 4-3 stand voor Limburg. Bruis aan de bal. Voor Rotterdam. Kalm aan, zeer kalm aan mag ik wel zeggen. Ja, dat was een goede inzet althans. Riedijk. Hard, onzuiver weer. Ja, je... Bouwman. Wacht tot eindelijk Krijermaat opkomt. Nu dan Bouwman in een kansrijke positie. Maakt snelheid. En dan is het erg moeilijk. Krijermaat. De Vries. Geen ruimte. De Vries. Ja, goed gewerkt daarvan. Goed gestopt en fraai gevoetbald weer van Arie Riedijk.
Snel vrijgemaakt, snel geschoten, goed gered door Frans Curver. En nog een kans. Nu moet de paas komen, nu moet het sneller allemaal. Het moment is voorbij. Het publiek gaat aftellen, nog een minuut of een seconde of negen. En weer dat schot en weer die redding. Hans Luijpen zat erbij en Frans Curver zat er ook bij. Maar ondertussen gaat Limburg deze wedstrijd wel winnen. Komen op 6. Rotterdam blijft op 6. Het betekent overigens wel dat Limburg niet geplaatst is. Rotterdam met Noord-Nederland geplaatst in de finale pool. En als ik het goed zie is Noord-Nederland zelfs eerste geworden in pool A. En Rotterdam wordt dientengevolge tweede in pool A. Dat betekent dat ze gaan spelen tegen de nummer 1 van pool B. Maar wie dat wordt is op dit moment nog niet bekend. Een 4-3 overwinning daalve voor Limburg. Een verrassende overwinning. Een teleurstellende nederlaag uiteraard voor de Rotterdammers. Die er vooraf vast van overtuigd waren dat ze hier gingen winnen. Wel nu dames en heren, dit was mini-voetbal vanuit het Rotterdamse Sportpaleis. Er waren weer 8000 toeschouwers. De wedstrijd was in de eerste helft niet erg spectaculair. In de tweede helft ging het een stuk beter. Goedenavond vanuit Ahoy.